Hallo allemaal. Ik ben de Boezekol, pakketbezorger bij HCS Company. En vandaag wil ik jullie kijken naar een klein debugging trucje. wat je kunt doen met RPM, ofwel systeem van Red Hat en Fedora systemen. En dat komt omdat ik een tijdje geleden een collega geholpen heb. met een raar probleem dat hij op RHEL 7 tegenkwam. Ik kan het op RHEL 8 een beetje nadoen, maar niet helemaal, want de symptomen verdwijnen. En het probleem wordt eigenlijk automatisch opgelost op RHEL 8. Maar op RHEL 7 nog niet. En het ging erom. De collega die had een hele hoop machines, die waren vroeger was, waren het huisdiertjes en die werden met de hand gemanaged. En die moesten nu onder Ansible-controle komen te staan. En dat ging allemaal goed, maar op één van de systemen gingen uh, pakketinstallaties knalden Ansible er gewoon uit. Dus die collega ging naar dat systeem toe en ging wat YUM-commando's met de hand proberen te draaien. En hij kreeg een hele hoop extra output van YUM. Het probleem werd aangekondigd. Ik ga nu even laten zien welke tools ik daarvoor gebruik, hoe we dat gedaan hebben. Ja, dat is een leuke. Dan ga ik ook uitleggen wat nou het probleem veroorzaakte en hoe we dat in de toekomst zouden kunnen voorkomen zelf. Dus laten we naar de terminal springen. Ik heb hier een RHEL 8 systeem. En op dit RHEL 8 systeem kan ik het probleem niet helemaal nadoen. Maar ik heb wel iets gedaan. Wat was het probleem? Nou, elke keer als ze bijvoorbeeld een uh, sudo yum install, uh, zeg, ze een uh, bash gingen installeren of ze deden gewoon een sudo yum update. Er kwam er een hoop extra output op het scherm en dat waren allemaal dingen die van subscriptie manager te maken had. RASM, en ik weet RASM is Red Hat Subscription Manager. En dat kwam als je yum deed, hè? maar ook dingen die de yum libraries gebruikten. Die genereerden die extra output. En toen ik die output zag, het waren logberichten die over subscriptie management te maken had, had ik tegelijk al een idee van wat het zou kunnen zijn, dus waar het vandaan kwam. En toen vroeg ik mijn collega om dit in te typen: sudo rpm-hoofdletter v subscription manager. En die kreeg toen dezelfde output als die ik hier nu heb. En toen zie ik van: A, ah, maak die is aan als directory. En ze probleem was weg. Wat hij ook had kunnen doen, was sudo dnf reinstall subscription manager. Het zou het blijven ook opgelost moeten hebben. Dat is volgens mij degene die het uiteindelijk gedaan heeft ook. Ja, doe maar. En als ik nu datzelfde commando nu nog een keertje ga draaien, dan zien we dat is dat missing die we hier eerst hadden staan. Hm? Daar, deze, die missing regel hier, die is nu weg. Hm? Wat was het probleem nou? Er was een ontwikkelaar, had rechten gehad op die machine, directory was volgekomen, dus die had gewoon maar wat dingen weggegooid, inclusief varlog, RASM. Als op rel 8 varlog RASM niet bestaat en subscription manager gaat kijken of je geldige subscripties hebt, dan maakt hij de directory gewoon aan om zijn logbestanden in weg te schrijven. Op rel 7 nog niet. En wat doet hij dan? gebruikt Python logging module. Oh, het bestand van het hoe ik wil schrijven voor mijn logging is er niet. Dan ga ik het maar naar standaard output gooien. Ansible leest standaard output. Ansible ziet allemaal dingen die hij niet verwacht dat er uit een Ansible module komen. Dus Ansible zegt, ik hou er mee op. Wat doet het rpm-v-commando nou? Rpm-hoopletter v, je mag hem ook schrijven als je van type houdt als rpm-verify. Die gaat kijken welke bestanden volgens de RPM-database geïnstalleerd zouden moeten staan op je systeem. En die gaat die allemaal op een aantal punten controleren of er nog hetzelfde is. Nu hebben we hier hebben we een aantal karakters. Een punt betekent dat het niet gewijzigd is, die aangeven wat er aan de hand is. S is de grootte is anders dan wat we volgens RPM moeten hebben. De 5 is de digest is anders dan wat er volgens RPM moet zijn. Tegenwoordig zijn dat SHA-256 ja, digests uit mijn hoofd. Vroeger was het MD5 sum vanuit dat 5 je Min T, de timestamp is anders. Je kan uh, M hebben, de permissies zijn anders. U en G, de user of de groep-eigenaar op disk zijn anders. Uh, P, de capabilities zijn anders. Maar we hebben ook dit ene lettertje hierachter. En dan kan ik ook wat dingen aangeven, bijvoorbeeld een C: dit is een configuratiebestand. En ik verwacht dat configuratiebestanden anders worden. Dus ik mag hier achteraan zetten min min no config. En die gaat de configuratiebestanden openslaan bij die verificatie. Je mag ook zeggen uh, min min all. En dan gaat die alle geïnstalleerde pakketten aflopen op je systeem. Nou, gelukkig heb ik geen rare wijzigingen die niet in configuratiebestanden zitten op dit manier. Hm? Laten we nou gewoon de manpagina van RPM erbij pakken. En als ik nou ga zoeken op min min, min verify. Dan moeten we even een paar keer door dingen heen die er komt. En dan komen we hier bij het stukje van Verify, die zegt wat je allemaal uit kan zetten. Geen dependencies checken, de digest niet controleren, configuratiebestanden overslaan. Maar dan krijgen we hier eerst bovenaan, wat is het kleine lettertje erachter nou? nou, een c'tje is een configuratiebestand. We verwachten dat de configuratiebestanden anders zijn. Min d is een documentatiebestand. En ik kan best zeggen van, uh, die wil ik allemaal negeren. Want als je minimaal systeem doet, kan je tegen RPM zeggen dat hij alle documentatiebestanden weg moet laten, die je niet moet installeren. Min G is een ghost-bestand. En ghost-bestanden in RPM zijn een beetje raar. Ik kan een RPM installeren die wel een bestand claimt, zonder dat hij hem zelf neerzet vanuit het pakket. Dat is bijvoorbeeld een directory die automatisch aangemaakt wordt, of een configuratiebestand dat automatisch geschreven wordt. Dat is een ghost-bestand, hij zit niet in de RPM. Maar als we de RPM verwijderen, moeten we hem wel weghalen. Of als een andere RPM probeert te claimen als eigenaar, moeten we wel zeggen er is een conflict. Hij is van ons allebei. Hm? Dus een bestand dat niet geïnstalleerd wordt, maar wel bij het pakket hoort. Min L is een licentiebestand, min R is een README-bestand. Nou, die zijn meestal gewoon als documentatie aangemaakt. En heb je hieronder heb je het lijstje van wat nou die verschillen betekenen: grootte, permissies, filetype, dus directory of bestand, link, block device. Digest, een minor nummers, als een de device-node is die vanuit een RPM is geïnstalleerd. Een readlink, dat is bijvoorbeeld waar een simlink naartoe moet wijzen. Als jij een simlink hebt omgezet naar een ander bestand, dan krijg je als je met alternatives gaat spelen, kan dat bijvoorbeeld zien. User owner, groep owner, laatste aanpassingstijd en capabilities. En met capabilities moet je denken aan subset van set user ID, set groep ID. waarbij bijvoorbeeld pink tegenwoordig te horen kan krijgen dat hij wel netwerkpakketjes mag maken, maar dat hij niet volledig als roep mag draaien. Dus dat is RPM in V. Dus laten we nog een beetje die directory weggooien. Dus ik doe rm-rf farlog rasm. Op een ral 7 systeem zouden al mijn dnf'en van yum commando's nu gigantisch veel output gaan genereren. Een standaard output, waardoor dingen als ansible die de yum-module gebruiken, van kapot gaan. Doe ik die rpm-v op subscription manager. Moet ik wel eventjes dat min-min-all weglaten natuurlijk. Ja. Dan zien we weer farlog rasm is missing. Nou, doe ik mijn reinstall nog een keertje. Gaat hij me opnieuw installeren? Ik kan ook directory aan kunnen maken, maar een reinstall is veiliger. Ja, configuratiebestanden worden standaard met rust gelaten als het goed is door een reinstall. Doe ik nou die verify nog een keertje? Is mijn missing bestand is weer terug? Mijn probleem is opgelost. Dus dat was hem alweer, het was een snelle voor vandaag. Ja, RPM in hoofdletter V, verify. Ja, denk je dat een pakket kapot is, dat er iets mis is, kan je die daarop draaien. Je kan hem ook min hoofdletter V kleine a draaien om alle pakketten te checken. Ja. Duurt eventjes, afhankelijk van hoe snel je disken zijn. Dan kan je zien wat er stuk is aan je geïnstalleerde pakketten en dan kan je die met een yum of een DNF-reinstall terug gaan zetten. Dat was het meer voor van vandaag. Ja. Vond je dit een handige video? Klik hier op het like-knopje. Uh, daar. Vond je het leuk, wil je het vaker zien? Klik dan ook op het subscribe-knopje. Doe het belletje dat je alle notificaties wil hebben. Dan wens ik je nog een prettig weekend. Dit was het meer voor deze week. Tot de volgende keer. En onthoud, Hazy company. Ook voor al je troubleshooting. Hoi hoi.